Bridget Maasland vindt het jammer dat Privé geen rectificatie hoeft te plaatsen van het artikel dat ze in 2014 al een huwelijksnacht beleefde met haar huidige vriend André Hazes. Dat is uiteraard uitermate teleurstellend, reageerde haar advocaat Royce de Vries op de uitspraak die de rechtbank in Amsterdam vrijdagmiddag deed. De presentatrice had een schadevergoeding van €7.500 en een rectificatie van het stuk geëist omdat volgens haar niets klopt van de roddel. Hoewel de eisen niet zijn toegekend, werden de beschuldigingen in het artikel volgens de rechter onvoldoende door feiten gedragen. Daarnaast stelde de rechter dat het artikel een inbreuk op de privacy van Bridget vormde. De presentatrice werd echter niet in haar gelijk gesteld omdat de vrijheid van meningsuiting, die zich ook uitstrekt tot kwetsende uitingen in de entertainmentpers, volgens de rechter het zwaarst moet wegen. De Vries laat weten dat Bridget wel blij is dat de rechter erkende dat de roddel met een korrel zout moet worden genomen. Of de presentatrice in hoger beroep gaat tegen de uitspraak, weet ze nog niet. We laten het eerst nog even bezinken. Privé schreef onlangs dat Bridget en André, die een maand samen zijn, 5 jaar geleden op de bruiloft van Patty Bart al een gezellige nacht hadden beleefd. De presentatrice ontkende dat, terwijl hoofdredacteur Evert Santegoed meerdere verklaringen van bronnen aanhaalde die het koppel zouden hebben betrapt.